Ze zijn van de pot gerukt, om het maar eens grof te zeggen. Dit lijkt toch nergens op. Wie denkt deze arrogante wethouder van niet dat hij voor zich heeft met de Groninger bevolking? Hoe kun je als wethouder, als gekozen politicus, zo'n minachting tentoonspreiden voor je kiezers? Jaap Dijk, de voorzitter van het WMO-platform dat de gemeente adviseert over vragen rond maatschappelijke ondersteuning, is onmiskenbaar boos op wethouder Ton Schroer. De gemeente lanceerde een website waar stadjers terecht kunnen voor vragen over de veranderingen in de zorg. wij.groningen.nl. Vanaf volgend jaar moeten mensen voor zorg terecht bij de gemeente. Dat brengt veel veranderingen met zich mee, waarop de site duidelijkheid probeert te geven. Daar staan tips op waar ik van zijn leven niet opgekomen was. Als ik mijn inkomenssituatie wil verbeteren, moet ik een betere baan zoeken. Dat wist ik niet. Als mijn liefdesleven niet op orde is en mijn vrouw heeft een droge vagina, kan ik een glijmiddel kopen of desnoods speeltjes. Dat heeft de wethouder mij verteld. Dat is toch onbetaalbaar? Fantastisch. Hij vindt dat de website moet stoppen. Die website uit de lucht halen vandaag nog. Met ons gaan praten, met het WMO-platform. En goed gaan kijken, wat komt er nou op die website aan echt waardevolle tips. En niet dit soort flauwekul dingen. En hij krijgt bijval van de SP. Omdat er op een zeer denigerende toon wordt gesproken over wat mensen kunnen doen. Die hulp en zorg en ondersteuning nodig hebben. Wat zij kunnen doen om dat zometeen op te gaan vangen wanneer dit college dat heeft afgeschaft. Kunt u een voorbeeld noemen? Een voorbeeld is dat mensen bijvoorbeeld niet te ver van hun huis boodschappen moeten gaan doen omdat dat verder lopen is. Of minder boodschappen moeten doen zodat het makkelijker om te tillen is. Nou, dit zijn tips waar mensen zelf natuurlijk prima kunnen bedenken. En een andere tip is om ervoor te zorgen dat als je te weinig verdient om een betere baan te gaan zoeken. Er zijn natuurlijk ook stadjes waarvoor de tips wel handig zijn. Daarvoor gaat het college sociale wijkteams oprichten. Die zouden in de buurt en de wijken actief moeten zijn en mensen van persoonlijke tips en trucs kunnen voorzien. Maar probeer niet via een website bezuinigingen en thuiszorg op te vangen op deze denigerende manier. Maar het college zegt natuurlijk, ja, we moeten wat. We moeten die mensen proberen, zich beter te laten gedragen. Ja, daarom zei ik net al dat je via sociale wijkteams best mensen persoonlijke tips zou kunnen geven. Maar om dat via een website te doen en daar zo laagdunkend te doen over mensen die om zorg en ondersteuning vragen, vind ik echt schofferend. Morgen vergadert de gemeenteraad. Ik ga daar een motie indienen om de website zo snel mogelijk uit de lucht te halen. Of in ieder geval de delen die zo denigerend zijn eruit te schrappen. Ton Schroer is verbaasd over de opwinding. Het is zo dat we met onze deelnemers in het wijkteam Groningen hebben wij dit intensief gedaan. Dit is ook niet dat wij het zelf als ambtenaren bedacht hebben. Het is mee, bijvoorbeeld heeft hier meegewerkt, de cliëntenondersteuning, het CEG, de MJD, het zorgloket als een belangrijke partner. Die hebben deze vragen heel vaak al gehad ook. En daar zijn die tips ook op gebaseerd. Kijk, u en ik hebben misschien aan een heleboel tips niks. Maar er zijn ook mensen die er wel wat aan hebben. En dat wordt misschien wel eens vergeten. Maar laat helder zijn, beledigend of barinerend is dit zeker niet bedoeld. Ik vind een halve waarheid erger dan een hele leugen. Hij heeft inderdaad een panel ingesteld. Ik zit daar zelf in. Ik ben nooit gevraagd om naar die website te kijken. En mijn mede-panelleden ook niet. We hebben die website nooit gezien. Hij is gewoon de lucht ingegaan. En wat andere gemeentes doen, heb ik geen boodschap aan. Het gaat hier om Groningen. De wethouder wil behalve kleine wijzigingen de site niet veranderen. De site blijft gewoon staan. En wat ik al zei, het is een systeem met allerlei tips die op allerlei domeinen worden gegeven. Wat natuurlijk centraal is ingekocht. Al die gemeentes doen dat. Dus als wij hier wat aan gaan doen, en dat kan best, dan zal ik in ieder geval eens kijken om met mijn collega's te schakelen van ervaren jullie dat nou ook zo? Hebben jullie dit commentaar ook gekregen? Want dat verbaast mij. En als dat zo is, kunnen we best kijken of er een aantal teksten in staan of tips in staan die zo'n open deur zijn dat wij ook zeggen van ja, misschien is dat niet zo verstandig. Maar dan moeten we dat centraal aanpakken. Morgen blijkt hoe een meerderheid van de raad over de zaak denkt.